Nu staan we aan de ingang van het domein. De ingang die zo wat verstopt zit. Je ziet dat. Dat is niet echt aanlokkelijk. Ook met de weg ernaast. Waar het dikwijls nog wel eens hard gereden wordt. Wat heel gevaarlijk is voor overstekende kinderen. Het is daarom de bedoeling dat we de volgende weg eens laten doen. De ingang en de weg. Dus het verkeer, de afwikkeling van het verkeer aanpakken. En hier een deftige inkom en een deftige straat maken. We staan hier al in het zwembad van de Kei, of het vernieuwde zwembad. Vorig jaar hadden we pech en is het ding helemaal naar de randjes gegaan. We hebben dan ook niet geaarzeld om te investeren. Investeren in een kleuter- en kinderzwembad. Een van de dingen die we doen en die we niet zullen nalaten, is de speeltuin nog verder te ontwikkelen. Wat we ook niet zullen nalaten, dat is investeren in de speeltuigen. De speeltuin is eigenlijk volledig af nu, maar sommige speeltuigen zijn aan vernieuwing toe. We gaan het elk jaar een budget opnemen waar dat kinderen dus nieuwe raamvoorde speeltuigen krijgen. Zoals dit. Dit is het laatste dat we bijgebouwd hebben. Langs die kant is het zo wat onvervallen. Maar dat zullen we zeker de volgende jaren blijven in investeren. We staan hier aan de start van een keimannetjeswandeling. Zoals je ziet zijn de pancardes en de teksten op de boomstammen niet meer te lezen. Het is gedateerd. Spijt genoeg verslijten die dingen in de natuur. Dus hebben we nu een volledig nieuwe opzet gemaakt, waarbij in de plaats van dat die keimannetjeswandeling gegidst moet zijn door bijvoorbeeld mensen van het VVV, dat je die nu op eigen houtje kan doen. Dus het zal allemaal genummerd worden met bladen specifiek, zodat de mensen die goesting hebben om met hun kinderen tot hier te komen, dat die met, via een papier aan de ingang de hele keimannetjeswandeling zelf kunnen doen. Hier staan we aan de vernieuwde kinderboerderij. De kinderboerderij die samen wordt gerund met mensen van de Schakel. We hebben ook volledig nieuwe paden aangelegd zoals je ziet. Ook verder naar mijn linkerkant hebben we nieuwe paden aangelegd. Het voetbalterrein is verdwenen. Maar nu is er een terrein gekomen waar evenementen kunnen gehouden worden, gelijk als Fiesta Mundial. Nu zitten we in het natuurgebied achter de speeltuin van de Keiuvel, naast het vliegveld. Het vliegveld dat wij trouwens altijd zullen blijven ondersteunen. Je ziet daar in de verte de windmolens. Maar we zullen dus altijd vermijden dat dat in het vaarwater van de luchtvaart komt. Dus we zullen de Keiuvel vliegplein altijd blijven ondersteunen. Hier zit de bank. De bank is ons geschonken door Kempis Landschap. Kempis Landschap die een van de partners is waarmee we dit gebied ontwikkeld hebben. Het gebied ten rechts van mij is in eigendom van Kempis Landschap. Daar hebben we het beheer ook samen met hen doen, samen met de sociale tewerkstelling zoals de Sprong en de Biehal. En verder kunt u zien hoe mooi het landschap geworden is. Het is geweldig opengemaakt en iedereen kan genieten van het landschap, kunnen komen wandelen met de hond. De hond wel aan de leiband houden natuurlijk. En hebben we hier verder ook nog een noodstoppad gelegd. Zoals je ziet kunnen ook de minder mobiele mensen met kinderwagens en met rolstoelen genieten van